oprotten! Hey, niet aan me. Wat zit je nou aan me? Jongen, wat ben je met bezig, man? Je bent echt kinderachtig. Ga even geen stemmen lopen, man. Ik mag zeggen wat ik wil. Oprotten! Maar je blijft wel gewoon hier op de weg. Oprotten! 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 Politie ook! Politie staat, politie geweld. Je bent net gezellig, ik wil alleen een opmerking maken, dan ga je aan me zitten. En het ook enige nog wat ik tegen je zeg is dat je gewoon heel even... Ik mag schreeuwen wat ik wil, niemand dat hoort mij in die auto. Ze hebben sirenes, dan maak jij je alleen, druk om. Je loopt gelijk weer richting de weg, ik ben net heel duidelijk richting tegen... Richting de weg, ik sta hier al half weet op je wat weg. Het probleem met jou is? Jij laat mensen niet uitpraten. Luister, je zit aan mij zonder te praten, je gebruikt geweld tegen mij omdat je een pakkie aan hebt. Dat geeft je een soort van autoriteitsgevoel. Nou, ik vind het schaamteloos wat je doet. Je moet niet aan mij komen. Ik klacht indienen. Ja, wat is je dienstnummer dan? Dat is Mike Whisky 06. Mike Whisky? Is dat je achternaam? Whisky? 062817. Jij vraagt me om mijn dienstnummer, je krijgt van mij je dienstnummer. Het staat op camera, je kan het gewoon terugzoeken. Dien tegen mij een klacht. En waarom heb je geweld op mij gebruikt dan? Kan je dat ook verklaren meteen aan de aangifte? Ik heb tegen jou gezegd dat je gewoon op het ik stond hier, ik draai me alleen om en ik roep op Rutte. Nee, niet. Jij loopt richting. Uw collega valt mij aan van achteren, zonder reden. Ik heb je net ook al gewaarschuwd. Je hebt me niet gewaarschuwd, ik ben gewoon weggegaan. Weet je, je staat hier rustig te praten met hem, je draait je om, je hoort sirenes, je roept wat. Ga naar huis, man. Je bent oververmoeid, denk ik. Je hebt het niet helder. Gewoon vriendelijk zijn. We zijn ook vriendelijk tegen jou. Ik ben ook vriendelijk. Je moet niet aan me komen. Je hebt het recht niet om aan mij te komen. Ik doe niks verkeerd. Je hebt gewoon te doen wat je vraagt. Het is heel simpel. En dat deed ik ook. Ik draaide me alleen om, meer niet. En ik loop richting de weg. Als ik daar sta en op de weg kom... Ik zie je klacht met alle literatuur. Ja, omdat je toch gedekt wordt. Dat weet je. Want zo werken jullie. Jullie dekken elkaar in. Jullie komen overal mee weg. Zie je hoe het gaat? Hij begint echt aan me te zitten. En ook te trekken en te duwen. Voor niks. Voor niks. Weet je, iedereen gaat weg, het is laat. En dan sta je hier, er komen ineens 7 auto's met sirenes. Geblendeerd en al, het zijn geen politieauto's. Je draait je om. Je wilt even een statement maken, misschien je megafoon pakken, protesteren. Je wilt een statement maken, je ziet dure auto's en een politieagent begint je gewoon aan te vallen. Terwijl je net nog met hem staat te praten. Terwijl hij mij net al een bon wou geven omdat ik op de weg stond met een vlag te zwaaien. En ik stond daar gewoon rustig. En het volk toe te zwaaien met een vlag. En dan begint hij al te dreigen met een bekeuring. Dan denk je, de gemoederen zijn bedaard. Je ziet auto's rijden, je loopt even naar de weg en hij begint aan met te trekken en te duwen. Hij weet niet wat hij doet. Hij denkt, ik heb het recht om aan mensen te zitten zonder reden, die niks verkeerds doen. Nou, mijn vervoer wacht op mij, dus ik ga nu naar het station om die fiets weg te brengen. Maar toch weer een leuke dag, die eindigt weer met politiegeweld. Ze hebben geen recht om zomaar aan je te zitten. En dat doen ze wel. Ja, ik ben laat gekomen. Het is dat de treinen ook niet meer perfect zijn op dit tijdstip. Dus dat ik moet nu even gaan om met mijn vervoer mee te gaan. Maar ik vind het altijd interessant om tot het einde nog je onderzoeken te doen. Zolang er politie is, weet je dat er nog iets gaande is. En dat ze daar al ons omsingelden, dan wist je al, er komen nog belangrijke mensen naar buiten. Misschien de president, misschien een ander...
Kijk, daar lopen nog heel veel mensen. Mijn batterij was bijna leeg, dus ik kon zelf ook niet echt veel doen. Maar het was duidelijk, hier werd het hermetisch afgesloten met hekken en met politieauto's. Dus waarschijnlijk is de elitaire groepering hier vertrokken. Zo, is dit een politiebureau of zo? Hier zijn ze waarschijnlijk weggegaan. Terwijl de boeren ook weggingen om 10 uur ongeveer. Dat duurde natuurlijk heel lang, 800 tractoren. Er is best wel veel verzet getoond vandaag. Hé, hey, hier komen! Hier komen! Hoezo? Hierheen! Dat je niks te zoeken hebt. Ik ben journalist, ik doe gewoon mijn werk. Hoezo? Waar stond dat? Je bent door een hek gekomen. Helemaal lopen. Niet. Lopen. Er was helemaal geen hek. Nu, lopen. Er was geen hek. Lopen. Kan je mijn mobiel gewoon geven? Krijg een aantrek. Er was geen hek. Nee, die slagboom die heb je niet gezien? Nee, er was, niet. Was geen slagboom. Ik zit aan op een nood dat ik loop al. Ja, maar ik loop niet mee dat je op de openbare grond bent. Ik heb geen slagboom gezien. Kijk eens, heb je dat bordje open? Nee, parkeer. Er staat hier parkeren voor bezoekers.